Nick Rulofs. Voor de fietsklasvereniging Veldhoven, Max Smits. Voor het Dream Team, Jelle van der Spijker. Voor de IJsseltrossers, Terrel Halma. Voor de Kombocht, Imro Kokkie Kokelaar. Vanuit Hoornse WTC, Pim de Jong. Voor de Busycrossers, Paul van der Leij. En last but not least, voor FCC De Vaart, Siet Zoegema. Zijn we vertrokken met deze hele mooie klasse. Oh, Halma de problemen. Niet alleen Halma de problemen. Hoegema ook in de problemen. Die gaat hier onder aan de startheuvel onderuit. Ziet Hoegema zijn tijd. Want Halma heeft een bijzonder slechte start. Even uit de blik. Oh, er gaat een fout aan de bocht. Voor de mannen die rijden. Paul van der Leij. Dat zal steeds zo voor de jongen. Niet. Nee, voor de Spijker gaat het rijden. Ongelooflijk. Wat een verrassing in deze klasse. En die gaat voor de jongen erover. Die Jelle van de Spijker. Hij gaat dus aan de leiding. Rulofs op 3. En die hebben dan nog 2. Dat is de man van Veldhoven. Is dat dan Max Smits? De verrassing is heel groot in deze finale. Sportklasse 1724 jaar. Probleem is totaal van de leiding. En die is de bocht. Tim de Jong daar een optrekken vallen. De winst gaat naar Jelle van de Spijker voor het Dream Team.